Sinds september 2017 bestaat de Stichting Weekend Kunst 20 jaar. We willen er een bijzondere manifestatie van maken in het veld en op het water. Het thema is Weekend Natuurlijk Moergestel. Een manifestatie met veel kunst, cultuur en creativiteit. Voor deze manifestatie Weekend Natuurlijk Moergestel hebben we enerzijds veel handen nodig, maar daarnaast, en dat is voor dit moment het belangrijkste, ook veel geld. We zijn uitgenodigd bij de Rabobank om deel te nemen aan de actie Aandeel in de Buurt. Als u wilt en u wilt ons ondersteunen, dan zijn we erg blij met uw donatie die u kunt doen op www.aandeelindebuurt 20 jaar weekendkunst. En dat je bedankt zijt, de Witte. Ook de komende 3 donderdagen spelen we met de Harmonie weer bingo. De zaterdagen voor de uitzendingen zullen we loodjes deur aan deur verkopen voor 1,25 per stuk. Heeft u een verkoper gemist, dan kunt u de loten alsnog kopen bij Novi van Wezel, Jumbo Denissen en Apotheek Moergestel. Speel mee en steun de Harmonie. Wij willen graag aandacht vragen voor de Alpe d'Huez en voor Team Moergestel. Afgelopen zomer zijn wij met 11 personen bij elkaar gaan zitten om te bespreken waar we ons aankomend jaar graag voor zouden willen inzetten. Dat is de Alpe d'Huez geworden. Alpe d'Huez staat voor ons in het teken van kanker. En dat is tegenwoordig natuurlijk wijdverbreid in de samenleving. Heel veel mensen die ervaren het binnen in hun familie, in een naaste of kennissenkring. En wij willen dit jaar die tocht gaan fietsen om ons daarvoor 100%, misschien wel 200% in te gaan zetten. Als Team Moergestel geloven wij erin dat je de grootste voldoening in het leven haalt door jezelf in te zetten voor anderen. En zeker op dit niveau waar het om leven en dood draait. Dus onder het motto opgeven is geen optie zijn wij afgelopen jaar bezig geweest om allerlei sponsorevenementen te organiseren. Om zoveel mogelijk geld binnen te halen om die rotziekte vroeg of laat in ieder geval de wereld uit te kunnen schoppen. En daar zijn we nog lang niet mee klaar. We hebben nog een aanloop, want 1 juni 2017 is het zover. Dan mogen wij de Alpe d'Huez met in totaal 12 personen gaan beklimmen. En tot die tijd zouden wij het in elk geval heel erg leuk vinden als jullie ons aanmoedigen via ons Facebook. Of misschien nog wel iets kunnen missen om samen met ons te strijden tegen deze ziekte. En om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Dus dat zou wel heel erg tof zijn.